Vanmorgen komen medewerkers van blikfabrikant Ardag bijeen in zalencentrum Tivoli in Leeuwarden om zich aan te melden voor de stakingsdag. Die wordt gehouden omdat de arbeiders een betere cao willen. De vorige liep in mei af en nog altijd is er voor de 120 werknemers van Ardag geen nieuwe cao. Er was wel een tijdelijke cao, opgesteld door de bonden, maar daar ging de directie van Ardag niet mee akkoord. En dus is deze staking daarvan het gevolg. Volgens de medewerkers moet er nu zo snel mogelijk een nieuwe cao komen, maar dan wel met hun voorwaarden, want anders is er te veel invloed van bovenaf. De baas die je hebt op een gegeven moment heb jij werk en je hebt een gedeelde vrije tijd. En 40 uren die zijn besteed aan de baas. En het is zo dat je daar van tevoren uiteindelijk afspraken over maakt wat jouw vrije tijd is en wat de tijd is die je inzet voor de baas. En dan kan er eens een keer van afgeweken worden met overwerk of wat ook maar. Alleen het kan niet zo zijn dat de baas zegt van je gaat zaterdag ga je maar even werken en volgende week dinsdag ben je vrij. Nou en daar glijden we langzamerhand heen. Die mening delen ook CNV en FNV. Nee, er is nog steeds geen nieuwe en dat is ook het grote probleem. Het is voor het eerst dat de werkgevers, en dat willen we ook met deze stakingen bereiken, dat we de werkgevers weer aan tafel krijgen. Het is zo dat de werkgevers een eindbod hebben neergelegd. En aan ons hebben aangegeven, kijk hier heb je het papier, je kunt even tekenen bij het kruisje en dat is het dan. En dat gaan we dus niet doen. En het is echt voor het eerst dat dit op deze manier gebeurt. Dus wat wij willen nu is dat de werkgevers weer aan tafel komen. En dat we weer verder kunnen praten over inderdaad moderniseren van de arbeidsvoorwaarden in de metaalsector. Want dat is inderdaad wel nodig. Tot 11 uur vanavond wordt er gestaakt. Op de vraag of het iets uit gaat halen reageren de meeste werknemers wel positief. En als de directie van Ardag er niet mee akkoord gaat, is het voor de medewerkers vrij simpel. Ja dan gooien we de boel een week plat of zo. Dus ik bedoel, we hebben gegaan voor een nieuwe CEO. Op wat voor termijn praten we dan? Nou, ik hoop dat het binnen een week, 14 dagen, dat het in ieder geval rondkomt met een nieuwe CEO. En dat niet zo is, nou ja, dan gaan we verder. Op het moment dat werkgevers nu niet willen dan, en ze komen niet aan tafel en we gaan niet verder praten, dan zullen er verder acties komen en dan is het niet meer een dagje eruit, maar dan zal het veel langer worden. Slagerij Velstra hier in de Oosterstraat in Leeuwarden heeft zijn gevelreclame uit protest afgeplakt. De ondernemer is boos over de nieuwe regels van de gemeente omtrent gevelreclame, maar ook vanwege het feit dat de gemeente hem een dwangsom heeft opgelegd. Om reclame aan je gevel te hangen moet je namelijk een vergunning hebben en daar was de slager te laat mee. Gevolg is dus een dwangsom van maar liefst €2500. Inmiddels heeft de ondernemer wel een vergunning aangevraagd in de hoop die zo snel mogelijk te krijgen. Gisteravond kwamen omwonenden en ondernemers van de Nieuwe Steeg bijeen om samen met gemeenteambtenaren in gesprek te gaan over de onrust die is ontstaan door de komst van coffeeshop Eenhoren. Bronnen melden dat de bijeenkomst een positieve uitkomst had en dat er op korte termijn verder gesproken zal worden. Wordt dus vervolgd. Het nieuwe dierenverblijf van Stichting De Wannepolen in het Wilhelminapark in Grauw is vandaag opgeleverd. Hoewel er binnen nog het een en ander aangesloten moet worden, kunnen de spullen straks overgezet worden naar het nieuwe gebouw en kan het oude eindelijk worden afgebroken. Nu nog niet, want we zitten er nog in. We hebben onze spullen er nog staan. De hooizolder ligt nog vol. Dus we moeten nog even wachten, maar dan kunnen we de spullen verhuizen en dan gaat straks alle oude boel, het gaat helemaal plat. Nu er een nieuw dierenverblijf is, heeft de stichting de smaak goed te pakken. Komende maanden gaat namelijk een deel van het park gerenoveerd worden. Ja, de bruggen zijn echt aan vervanging toe, dus dat gaat ook gebeuren. De paden ook, er zitten hier en daar kuilen in de paden. Nou, dat wordt straks allemaal vernieuwd. In het najaar alle paden gaan over de kop. Het worden hele mooie kronkelpaden, niet meer alles strak en recht. Dus dat wordt allemaal aangepakt. En er komt ook een bredere samenwerking met het multifunctioneel centrum op Friesma Staten. Wat kun je daarover vertellen? Dat zijn natuurlijk de bewoners. Die kunnen straks hier heel fijn in dit park rondlopen. We willen ook graag een directe verbinding naar het multifunctioneel centrum. Misschien ook wel dat mensen daar even koffie kunnen drinken. En dan hier lekker buiten kunnen zijn. Want ja, hier hebben we zelf geen gelegenheid voor wc of of een terrasje. Dus dat kunnen ze straks heel mooi daar doen. Dus kunnen we heel mooi samenwerken.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de laatste renovatiewerkzaamheden in december worden afgerond. Vanavond wordt bij Sportcomplex Wiarda weer een benefietvoetbalwedstrijd gehouden. Oud Cambuur speelt tegen Oud-Blauw-Wit 34/Leeuwarden-Zwaluwen. Het is de derde keer dat er gevoetbald wordt tussen beide ploegen. De opbrengst van vanavond is voor de stichtingen Amurang en Awaskaki. De stichtingen hebben onder andere als doel om het welzijn van kansarme kinderen te verbeteren. Rond 10 uur vanmorgen verzamelen kinderen van peuterspeelzaal De Eerste Wjakslag in Reduzum zich op het plein om een heuse modeshow te houden. De afgelopen dagen hebben de peuters hard gewerkt aan hun originele ontwerpen en vanochtend kon het dan eindelijk geshowd worden aan de papa's en mama's. Ouders en andere belangstellenden genoten zichtbaar. Dat gold ook voor de kleintjes, al vonden die het leuk en spannend tegelijk. De leiding van de peuterspeelzaal kijkt in ieder geval terug op een geslaagde modeshow. Het ging geweldig eigenlijk. Alle kinderen die hadden er zin in en ze waren ook al weken van tevoren waren ze echt bezig met de modeshow, dus het ging supergoed. Waarom hebben jullie hem georganiseerd? Nou, we hadden ook een pubproject, Wat draag ik? En toen was het eindproject van school, de stagiaire, moest daar ook nog een opdracht worden voldaan. En toen zeiden we, maken er een grote modeshow van en nodigen we iedereen uit. Nou, het was prachtig weer. Dus we kunnen het buiten en dan kan ook echt iedereen komen. Dus van de basisschool zijn ze gekomen en het was gewoon heel erg fijn. Ja. Hoe heb je dit nou met de kinderen voorbereid? Nou, we zijn er heel vaak in een kring zijn er mee bezig geweest. En ook van tevoren hebben we ze even een rondje laten lopen door de kring. En we hebben natuurlijk de t-shirts gemaakt en de hoedjes. De modeshow was eigenlijk iets eenmaligs, maar de peuterspeelzaal is zo enthousiast dat er nagedacht gaat worden over een mogelijk vervolg.